Leeuwarden. Culturele hoofdstad van Europa in 2018. Zin in de toekomst. Maandagmorgen rolde in een oplage van 292.000 exemplaren de samenvatting van het bidboek van de pers. Burgemeester van Leeuwarden Vert Krone haalde als eerste een exemplaar van de draaiende pers. De krant wordt woensdag 31 oktober huis aan huis verspreid in heel Friesland. De krant geeft informatie over de kandidaatstelling van Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa in 2018. Er wordt beschreven waarom Leeuwarden zich kandidaat heeft gesteld en waarom dit van groot belang is voor heel Friesland. Ook worden er voorbeelden van projecten gegeven en geeft de krant inzicht in de denkwijze van Leeuwarden 2018. Nou ja, misschien moeten we even heel spectaculair een sprong maken en de eerste krant dan toch uit uw machine pakken. Hier is hij al. Nou, hartelijk gefeliciteerd met 295.000 exemplaren van de krant, het bidboek Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Ja. Nou, het is fantastisch in deze creatieve omgeving dat ik de eerste krant krijg. Ook heel goed dat die in heel Friesland wordt verspreid, want culturele hoofdstad Leeuwarden gaat over heel Friesland. We zijn trots op wat er in Friesland is gebeurd. Al de komende afgelopen jaren onze eigen taal, cultuur, maar we hebben ook problemen. En met culturele hoofdstad is een enorme economische investering in de stad. En in de provincie, dat we een betere economie krijgen, armoedebestrijding en dat doen we allemaal via culturele projecten. Want dat blijkt ook in andere steden een succesformule te zijn. Dus ik ben heel blij met deze krant. De krant wordt woensdag verspreid. Op de dag dus dat het definitieve bidboek in Amsterdam wordt aangeboden aan de Stichting Internationale Culturele Activiteiten. Deze stichting neemt voor de Europese jury de bidboeks van de kandidaatsteden in ontvangst. Naast Leeuwarden zijn dit Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Maastricht. Nou, het is ook altijd bijzonder, hè? Zo'n enorme drukpersen, dat maakt altijd veel indruk. Maar ook zoveel kranten die natuurlijk naar alle Friezen gaan, want dit is niet alleen voor Leeuwarden. Culturele hoofdstad is iets wat we samen moeten doen, want er zijn 640.000 Friezen. En we moeten gewoon echt samen die tegenstellingen nou eens opheffen tussen stad en platteland. Meer dan de helft van de mensen die iedere dag hier komt werken of naar school gaat, komt van buiten Leeuwarden. En omgekeerd, heel veel mensen uit Leeuwarden hebben de rest van de provincie ook nodig. En dat is een van de aspecten ook voor culturele hoofdstad. Ik sprak net met een paar Groninger drukkers en die zeiden: in Friesland is het verschil tussen de stad en het platteland er niet, in Groningen wel. Ja, in Groningen is stad en ommelanden. Dus daar is zelfs eeuwenlang altijd oorlog gevoerd. Letterlijk met het leger van de stad die het platteland onderdrukte. Dat hebben we nooit gehad. We zijn hier meer op z'n 11 en 30, we doen het allemaal samen. 11 steden en 30 gietenijen, de oude plattelandsgemeentes. Maar dat samen doen, dat bevalt mij ook meer. Vanavond wordt pas het definitieve besluit door de gemeenteraad genomen. Dat is eigenlijk een beetje bizar, hè? Nou, dit is niet een krant van de gemeente. Dit is een krant van de stichting, waarin de provincie zit, de gemeente zit, allerlei bedrijven en instellingen allemaal meedoen, ook mee betalen. Dus dat is hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het vanavond natuurlijk goed afloopt. We hebben een goede discussie gehad voor de zomer. En een aantal raadsleden hebben al gezegd dat ze het nu alweer een stap vooruit vinden wat er is gebeurd. Maar natuurlijk is het zo. De gemeenteraad heeft vanavond alle vrijheid om te zeggen wat ze erover wil. Is er nou al enige duidelijkheid over de samenwerking met het bedrijfsleven? Ja, we hebben enorm veel support nu van het bedrijfsleven gekregen. Allemaal brieven, ondersteuning, maar ook hebben ze al meegedraaid in een aantal projecten die ze ook willen voortzetten. En het bedrijfsleven zal nog een stuk concreter worden als ze dadelijk het hele bidboek zien, want dit is nog maar een samenvatting. En als we in de volgende ronde zitten, dan zullen ze ook zeggen welke projecten ze gaan adopteren en gaan ondersteunen met mensen en met geld. U heeft ongetwijfeld naar de bidboeken van de andere gemeenten gekeken. Hoe liggen onze kansen? Nou, die heb ik nog niet gezien, want iedereen houdt het bij de wedstrijd natuurlijk de opstelling tot het laatste moment geheim. Maar ik weet wel dat we goede kansen hebben, want zij doen toch heel traditioneel cultuur van bovenaf, elitaire cultuur om het maar zo te zeggen. Wij doen het juist op z'n Fries, met z'n allen samen en cultuur is bij ons sociale innovatie, economische vernieuwing en dat met een enorme glimlach en cultuur erbij.